Ja, er zijn iets meer initiatieven gestart door heel Nederland heen. Sinds we op Lowlands zijn geweest. We hebben ongelooflijk veel reacties gehad vanuit de media, social media natuurlijk ook. Heel veel verzoeken gekregen van mensen die in allerlei steden zelf inzamelingsacties wilden starten. Je kunt het zo gek niet bedenken. Van Schiermonnikoog, Ter Schelling, tot in de buurt van Maastricht, Groningen, tot aan Zeeland. Dus echt het hele land hebben gezeten. Ja, er is een distributiecentrum, een lokale organisatie daar. Daar werken we mee samen. Daar brengen wij het naartoe, vrijdagochtend. En zij gaan het verstrekken. We hebben verder nog wel wat mensen die we ondertussen hebben leren kennen in de jungle. Die we als vrienden beschouwen. Daar brengen we zelf nog wat spulletjes naartoe. Wat fietsen, wat extra eten. Dat brengen we zelf nog naar die mensen. We verwachten tussen de 400 en 500 kuub aan spullen op te halen. Tot vandaag kon ik niet zo goed inschatten hoeveel dat zou zijn. Maar ik begin er nu een beeld bij te krijgen. Het is heel veel. Als het goed is alles gewassen. Veel dingen zijn gesorteerd of worden nu in een andere ruimte hier binnen gesorteerd. We willen vrijdagochtend met het eerste transport naar Calais. We gaan donderdag een vrachtwagen laden. Hier, donderdagmiddag. Ja, ik weet niet zo goed wat er allemaal gebeurt, maar... ik wilde heel graag iets doen. En een vriendin die tipte mij over de Facebookpagina. En toen heb ik een mailtje gestuurd. En toen was ze meteen, ja, graag, kom maar. En zo ging dat. Dat was echt gistermiddag. En nu is het heel veel dekens, heel veel kussens. Maar ook kleding, kinderkleding, lakens, handdoeken. Ja, je komt echt heel veel tegen. En nu begint het overzicht een klein beetje zoek te raken. Maar gewoon, ja, nogmaals, stukje bij beetje en dan komt dat wel goed. En dan is het gewoon wegbrengen, stikken erop en door. Want ik kwam hier aan om 9:00 en toen was er net één vrachtwagen was er geleverd en dat hadden ze al gesorteerd. Toen dacht ik, nou, dat gaat allemaal heel goed. Maar toen was het nog niet zo vol en nu blijft het maar komen inderdaad. Het is nog niet gestopt sinds 10:00 eigenlijk. Dus,